Het personeel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, heeft afgelopen middernacht het werk hervat. Bondsvoorzitter Steven Samson gaf dat tegenover onze redactie aan. De bond was gisteren tot middernacht in actie, omdat ze antwoorden wensen van de aandeelhouder en deze de regering. We kregen namelijk geen concreet antwoord vanuit de directie en de president-commissaris. Vandaar dat we in beraad zijn geweest, gaf Samson aan. Hij legt verder uit dat de actie is geslaagd en daaruit is voortgevloeid dat de bond door een cluster van ministers is uitgenodigd om te praten over de situatie van de National Carrier. Onze oproep dat wij met de regering wilden praten, of wilden praten, ja. Ze hebben ons gecontact in de persoon van minister Jubitana. En we hadden vanmorgen een onderhoud met de clusterministers. Oké, en kunt u al mededelen als er licht in de tunnel is omtrent de situatie bij de SLM? We hebben, zoals in de brief aangegeven, hebben we naar concrete antwoorden gevraagd. Maar ik weet niet als het onwil was of dat de ministers niet wilden antwoorden op vragen. Maar ze hebben ons doorverwezen naar de president. Dus aankomende week hebben we dan een onderhoud met de president. De bond wacht nu dus op de uitnodiging vanuit de regering, geeft Samson verder aan. Nee, we hebben nog geen datum gehad. Maar zo snel als mogelijk. Dus er is beloofd aan ons deze week nog. Of de komende week. De BPSLM was niet op de hoogte van de oprichting. We hadden wel geluiden gehoord uit de samenleving op social media. Maar officieel was de BPSLM niet op de hoogte. En hoe kwam dat over bij jullie? Als een donderslag bij heldere hemel. Als een verrassing. Het personeel was leeft nog steeds in onzekerheid. Het personeel is in rep en roer. Dus al deze ontwikkelingen gaat de president ons moeten uitleggen waar de SLM naartoe gaat. De bond wil niet meer praten met directeur Paul De Haan en president-commissaris Safira Yesrun. De antwoorden moeten komen van de regering, benadrukt de voorzitter.